Maar ik geef nu nog een eerste case. Dat gaan we nu doen. Even kijken hoor. Case. En dat gaan we als volgt doen. We gaan een case behandelen waar we de assembleren of waar we de procedure helemaal doorlopen. Het idee is dat ik een introductie geef. Ik pak ook het eerste gedeelte op van de werkzaamheden die daar gedaan moeten worden. En op een gegeven moment nemen jullie dat als duo's over. Je kan het ook zelf doen. In principe voldoende laptops om zelf mee aan de slag te gaan. Maar het is toch altijd handig om met z'n tweeën even te kunnen overleggen van hoe gaan we dat doen, hoe pakken we het aan. Er worden al groepjes gemaakt. En daarna gaan we dat plenair bespreken van wat komt er dan uit. Nou, deze eerste case is om een kennismaking te geven. Ik heb net al een demo laten zien van zo ziet het eruit. Jullie gaan zo meteen zelf de tool vullen. Dus ook zelf kijken van hoe ziet dat dan eruit, waar kan ik op klikken, wat kan ik ermee doen. En we gaan in feite het hele proces als het ware, van hoe die gegevens binnenkomen vanuit ringtoets tot aan het assembleren, het resultaat, gaan we helemaal doorlopen. Wat ik net zei, het is de bedoeling dat jullie zo meteen het idee hebben van ik heb een beetje idee van wat ik moet invullen, hoe ik daarmee om moet gaan. Nou, wat is die case dan? We gaan dus beginnend van ringtoets helemaal naar het assemblage toe, helemaal naar het assemblageresultaat, dus het veiligheidsoordeel. Wat we doen is de verschillende toetssporen, of vier toetssporen, helemaal doorlopen van eenvoudig toets, gedetailleerde toets per vak en toets op maat. Dus we doen net alsof we een toetsing doen en we beginnen met de eenvoudige toets. En dan komen we niet helemaal uit en dan gaan we de gedetailleerde toets doen en zo gaan we dan verder. Dat doen we voor vier toetsporen, anders zijn we iets langer bezig. Hebben we dan een idee van hoe en wat. Dus dan kunnen we daarna vanmiddag weer meer de diepte in met deze basiskennis. Nou, waar gaat die case dan over? Eiland van Dordrecht, traject 22-2. Het is goed om dat even zo meteen ook bij te pakken, want dat is hetgeen wat jullie als eerste in de sheet moeten invullen. De lengte is iets om bij te houden. En de resultaten die in deze case worden gebruikt, die zijn gebaseerd op de derde toetsronde en ook de VNK-gegevens. De derde toetsronde was natuurlijk net iets anders, dus het is niet helemaal vergelijkbaar, maar geeft wel een goed idee van wat eruit zou kunnen komen. Het traject loopt. Het assemblage toe heeft natuurlijk verder geen kaart of iets dergelijks. Dus om een beetje beeld te geven, het noordelijke deel van Eiland van Dordrecht is in feite gedeeld hierboven. En hier staan ook een beetje de vakindeling. Geef je een beetje gevoel van waar hebben we het eigenlijk over? Want in feite zijn we zo meteen met de Excel tool alleen bezig met de getalletjes. Nou, wat we moeten doen met de assemblage tool is in feite het invullen van de vakindeling per vak en uiteindelijk de resultaten. Dat is hetgeen wat qua invoer in de assemblage tool moet. En met deze gegevens kan de assemblage tool op basis van de regels die Ferdinand zo net al had uitgelegd, kan hij dan de gegevens combineren op toetsspoorniveau, trajectniveau en uiteindelijk het hele veiligheidsniveau. Eerst die vakindeling. Hoe komen we hier aan? Die vakindeling is nodig om die kilometrering te kunnen doen. Want in ringtoetsen, en ook in de werkelijkheid, is dat ruimtelijk. En ruimtelijk kan je dan in feite die lengte meenemen. Dus als we willen dat de verschillende lengtes in vakindeling gecombineerd kunnen worden, hebben of ruimtelijk iets nodig waar we het over elkaar heen kunnen leggen, of een vaste kilometrering wat voor alle vakindelingen hetzelfde is. Nou, hoe komen we daaraan? We kunnen dus in principe niet direct hetgeen wat we in ringtoets gebruiken als vakindeling in de assemblage tool zetten. Want dat is namelijk een ruimtelijk bestand, een shapebestand. Maar die shapebestand kunnen we wel gebruiken om die kilometrering als het ware te bepalen. Nou, hoe doen we dat? Per toetspoor heb je in principe een vakindeling gemaakt. Nou, in een GIS-omgeving zou je daar de lengte van
de vakken kunnen bepalen. Dus een relatief eenvoudig toeltje binnen GIS, kan ArcGIS zijn of een ander GIS-programma, kan je die lengte bepalen. En met die lengte kan je vanuit de shapefile, bijvoorbeeld in Excel, je kilometrering bepalen. Ja, dus in feite, je begint bij kilometrering 0, lengte erbij. En zo kan je in feite op basis van je vakindeling je kilometrering terughalen. Nou, als je dat bijvoorbeeld in Excel doet, een dergelijke berekening, wat relatief eenvoudig is, assemblage tools ook in Excel, dan is het relatief makkelijk om dat erin te kopiëren. En dan zouden we dus per toetspoor met de vakindeling kunnen doorgaan naar de toetsresultaten. Nou, toetsresultaten is het tweede gedeelte, hè? Dus die vakindeling hebben we dan. Dan komen we bij de toetsresultaten. Hoe vullen we die toetsresultaten dan in? Waar halen we die vandaan? Wat is het de vakindeling, de kilometrering en de eigen metering? Nou, het kan best zo zijn dat de keringbeheerder zelf een bepaalde kilometering heeft voor zijn dijk. Die niet per se om de 100 meter bijvoorbeeld is, of om de 200 meter. Het kan best zo zijn dat het maar 50 meter is. En als we die vakken zo meteen wel willen combineren, ja, dus met verschillende indelingen, heb je een werkelijke kilometering nodig die gewoon echt klopt. En hij moet ook beginnen bij nul. Dus dat zijn de voorwaarden die daar aanhangen. Van een landtraject. Ja. En wat zei je, als het allemaal ruimtelijke gegevens zijn, dan zou je het kunnen combineren, maar als Excel sheet is niet ruimtelijk, dan moeten we het met getalletjes doen. De toetsresultaten. Hoe komen we aan de toetsresultaten? Wat Ferdinand net al had aangegeven, verschillende toetsporen behoren tot verschillende groepen, hè, dus verschillende methodes waar de toetsing wordt uitgevoerd. En die geven ook verschillende resultaten. Nou, de assemblage tool accepteert ook maar een beperkt aantal resultaten. En die resultaten die volgen in feite uit, dit zijn dan de per toetspoor, die tweede sheet. De resultaten die per toets geaccepteerd kunnen worden, of die per toets dus ingevuld kunnen worden. En die volgen in feite uit bijlage 3. In bijlage 3 staan alle toetssporen beschreven, hoe die getoetst moeten worden, ook voor de verschillende toetsen. En daar staat gewoon aangegeven van wat het resultaat zou moeten zijn. Nou, dit is bijvoorbeeld de eenvoudige toets voor macrostabiliteit. Dat is een beoordelings- of een toetsschema. En nou, als je de toetsschema helemaal doorlopen hebt, dan volgt er bijvoorbeeld uit niet van toepassing. Nou, dat is hetgeen wat je invult in de assemblage tool. Nou, datzelfde heb je ook voor de gedetailleerde toetsen en ook de toetsen op maat. Nou, bij sommige gedetailleerde toetsen moet er nog wat meer gebeuren. Daar reken je bijvoorbeeld voor macrostabiliteit binnenwaarts een bepaalde veiligheidsfactor uit. Voor een bepaald scenario. En al die scenario's moeten dan, de resultaten van, moeten opgeteld worden. Nou, in bijlage 3 is beschreven met een aantal formules hoe je die kansen van de verschillende scenario's, die faalkansen verschillen, scenario's op kan tellen tot in feite de faalkans voor de betreffende vak, rekening houdend met de verschillende scenario's. Dus dat is iets wat er nog aanvullend moet gebeuren. En dat is uiteindelijk het getal wat dan in de assemblage tool ingevuld moet worden. Nou, als we dus de vakindeling hebben en weten hoe we of welke toetsresultaten we in kunnen vullen, dan kunnen we in feite aan de slag. Op de laptops heb ik een bestand neergezet of laten neerzetten. Er staat als het goed is case 1 bij. Ik weet niet of dat snel even te vinden is. Er staat als het goed is een folder met water en dan case 1. En dan staat de assemblage tool case 1 traject 22.2 start. Dat is in feite de tool die je moet oppakken. Vergeet daarin niet die macro's in te schakelen, want anders wordt er niks uitgerekend. Oh, hij staat nog open. Hmm.
Heeft iedereen het bestand gevonden? Ja. Vaak ook net van die beoordelingsfaciliteit, daar stond een factor per scenario. Tenminste dat het scenario was. Is dat het ondergrondscenario? Het ondergrondscenario zijn, maar je kan nog aanvullend scenario's hebben. Zit nog even? Even centraal. Je kan nog andere zaken, parameters, variabelen in rekening willen brengen in, als scenario's. En dat zijn de scenario's die je uiteindelijk berekent qua stabiliteit. En die moet je dan weer combineren. Dat is het idee. Even kijken of je terug kan gaan. Dus je krijgt een bepaalde stabiliteitsfactor uit, waarmee je een geschatte kans voor de betreffende scenario kan bepalen. Nou, en al die scenario's, die kansen van die scenario's, die kan je weer combineren tot een kans voor de betreffende doorsnede of betreffende vak. Als het bestand is gevonden, dan zie je dat er voor de vier toetsporen die ik zo net heb genoemd, de vakindeling reeds al is ingevuld. Dus het enige wat jullie hoeven in te vullen zijn de toetsresultaten. En die resultaten, die worden nu door Hans uitgedeeld. En het idee is, wat ik net ook aangaf, dat we per toets de assemblage tool invullen. En dat we na elk toets kijken van wat dat doet met het assembleren. Met het veiligheidsoordeel en de gecombineerde veiligheidsoordeel. Is dat duidelijk of is iedereen al meteen begonnen met invullen? Ik ga planeren even laten zien van wat er uit had moeten komen. Hoe jullie op hetzelfde resultaat hadden moeten komen. Ik begrijp dat nog niet voor iedereen is gelukt. Het gaat ook niet zozeer om die dingen, om die getallen, om die toetsresultaten allemaal in te vullen. Het gaat om hetgeen wat jullie hebben ingevuld assemblage tool berekent of assembleert dan de gegevens. Is dat enigszins, verklaarbaar? Wat doet hij nou allemaal? Geloof ik dat allemaal wel? Hetgeen wat vanochtend door het eerste verhaal, door Ferdinand, die regels, hoe zijn die dan toegepast? Waar leidt het dan toe? Dat zijn in feite de ideeën die je daarbij moet hebben. De eerste was de eenvoudige toets om die in te vullen. Moet even kijken van de start. En het idee is dus dat je bij trajectgegevens de juiste traject neemt. Want daarmee krijg je de juiste normgegevens. En ook de lengte invult. Dat heb je niet gedaan. Ik pak even de sheet erbij. Waar ik het heb staan. Dan zie je de trajectgegevens ingevuld. En dan is het idee om bij macrostabiliteit, een van de eerste, om daar, de vakindeling was ook ingevuld, om daar de eenvoudige toets in te vullen. Dat is op zich vrij snel te doen, omdat het allemaal tekens zijn. En dan om met F9... toetsoordeel voor die eenvoudige toets te bepalen. En je ziet daar waar je verder beoordelen hebt staan, zie je ook categorie 7, dus nog geen oordeel. En daar waar de faalkans verwaarloosbaar is, komt die in categorie 1. Nou, dat zijn dan de resultaten, dat zijn ook de enige resultaten, dus je uiteindelijke toetsoordeel per vak is dan ook gelijk aan hetzelfde rijtje. Je toetsoordeel per traject, waar dus al die vakken zijn opgeteld, levert ook nog geen oordeel op, omdat niet alle vakken dus een oordeel heeft. Nou, hetzelfde zou je dus ook kunnen doen voor piping, micro-instabiliteit en niet voor gaserosie kruimbinnentrit, omdat die geen eenvoudige toets heeft. En wat je dan zou moeten doen om een idee te krijgen van het veiligheidsoordeel, zou je nog de toetsporen mee moeten nemen in assemblage.
En bij sommigen, die kwamen niet helemaal beginnen uit, daar moet je dus ja invullen. En dan wordt het de toetsspoor meegenomen in het bepalen van het veiligheidsoordeel. Die veiligheidsoordeel die wordt bepaald in die groene sheets. Gecombineerd veiligheidsoordeel. En daar zie je dan staan voor vrijwel alle toetsporen. Dus we hebben meegenomen binnenwaarts, stabiliteit binnenwaarts, piping en microstabiliteit. Allemaal categorie 7. Nog geen oordeel. En dat leidt dan uiteindelijk ook tot een veiligheidsoordeel. Nog geen oordeel. Gaan we naar de gedetailleerde toetsen. Hebben we die allemaal ingevuld? Ik sluit deze even af. Dan moeten we voor bij macrostabiliteit allemaal faalkansen invullen. Je ziet ook alleen maar faalkansen invullen daar waar er bij de eenvoudige toets verder beoordelen staat. Daar zijn dan faalkansen berekend. Als jullie die allemaal in hebben gevuld, F9 hebben ingedrukt of gewisseld van een werkblad, dan bepaalt die voor de gedetailleerde toets het toetsoordeel. Daar komen allemaal categorieën bij te staan. En die categorieën zijn dus gebaseerd op die grenzen die hier per vak worden gegeven. Je zou dat zelf dus handmatig kunnen controleren. Je hebt een bepaalde faalkans, dat is een hele kleine faalkans, en dat valt dan in categorie 1. Nou, het eindoordeel, dus de eenvoudige toets, daar waar je een gedetailleerde toets hebt, wordt overruled. En dat levert dan het toetsoordeel per vak op. Het gecombineerde toetsoordeel per vak is dan nog steeds geen oordeel, omdat er één vak is, dat zie je hier, waar nog geen oordeel voor is. Nou, kunnen we weer kijken naar het gecombineerde veiligheidsoordeel. We weten dat macrostabiliteit dus nog geen oordeel heeft. Maar piping en gaserosie binnen taluut hebben wel al een oordeel. En die gegevens zijn dus ook overgenomen. Ook de faalkansen die erbij horen. En je ziet dan ook voor groep 1 en 2, dus daar waar de faalkansen zijn, is er nog geen oordeel. Omdat macrostabiliteit nog geen oordeel heeft. En groep 3 en 4... heeft een oordeel C. En in groep 3 is nu alleen meegenomen micro-instabiliteit. Dus dit is in feite het voorlopige resultaat gebaseerd op deze 4 toetsporen. Wat we ook nog zouden kunnen doen is kijken naar de assemblage stap 3, hè, dus de verschillende vakken. En daar zien we al de verschillen voor de verschillende vakken wat betreft het toetsoordeel. Piping ziet er vrij goed uit, behalve het eindstuk. Micro-instabiliteit is ook wel redelijk. En dan hebben we nog gas, erosie, kruim binnen te doen. Nou, eentje wat minder goed, maar de rest behoorlijk goed. En macrostabiliteit die behoorlijk wat varieert. Dat was het tweede na de gedetailleerde toets per vak. Dus we hebben nog een aantal dingen. Dus bij macrostabiliteit nog een spoor wat nog geen oordeel heeft. Dus we moeten ook de toets op maat ingaan. Dan ga ik naar de derde ronde. We gaan ook de toets op maat doen. Nou, daar hebben we bij macrostabiliteit, dus een sheet van macrostabiliteit, komen we bij de toets op maat, blijkt daar de betreffende vak de faalkans verwaarloosbaar te zijn. Dat levert op voor de betreffende vak dat die in categorie 1 valt. En dat leidt dan tot het toetsoordeel per vak ook dat die in categorie 1 valt. En nu hebben wel alle vakken een oordeel. Waardoor er ook een oordeel is op toetspoorniveau. En dat is een categorie 6. Dus die voldoet ruim niet. En dat zie je ook aan de grenzen die hier worden aangegeven op trajectniveau. Voor de betreffende toetspoor.
Nou, met een kans op 0,1 valt hij daarin. Volgens mij was er ook nog een bij micro-instabiliteit was er nog eentje die onvoldoende is. Daar is ook een toets op maat uitgevoerd en die blijkt uiteindelijk wel voldoende te zijn. Dan zie je dus bij gedetailleerde toets scoorde die een categorie 5, hè, dus onvoldoende. En na een toets op maat is dat categorie 2, omdat die wel voldoende is. En dat levert uiteindelijk voor het betreffende traject een categorie op categorie 2, op trajectniveau. Nou, dat kunnen we dan weer combineren. Voor het veiligheidsoordeel, even uitgerekend. Nou, macrostabiliteit categorie 6, een grote faalkans. Piping ook een grote faalkans. Micro-instabiliteit is voldoende geworden. Het slechtste telt. Nou, die slechtste hadden we in een toets op maat weten te verbeteren. En gas-erosiekruim binnen het lid hebben hetzelfde gelaten. Dat betekent dus voor deze vier toetsporen. Voor in ieder geval de groepen 1 en 2 een categorie D, dus ruim onvoldoende. En voor de groepen 3 en 4, waar dus eigenlijk alleen maar micro-instabiliteit zit, een categorie A. Nou ja, voor het veiligheidsoordeel dat uiteindelijk het slechtste, dus die D. En dat is dus nu voorlopig met deze vier toetsscoren. Na deze vier type toetsen het resultaat. Dus een beetje het idee. Hebben jullie nog vragen? Zijn er nog bepaalde zaken die jullie nog opgevallen zijn? Ja, Jan? Betekent nou dat als ik zie dat het overzicht dat een bepaald spoor ruimschoots voldoet en ik zie dat een ander spoor net niet voldoet, dat net niet boven grens is, dat ik in de faalkansbegroting kan wijzigen, zodat het spoor wat ruimschoots voldoet iets minder ruimschoots voldoet. Het spoor wat net niet voldoet, net wel voldoet. Nou, dat hoeft dus niet. In principe neemt hij hier, dat neemt hij in feite al mee. Hij geeft dus per toetspoor waar je een afgeleide faalkans of een faalkans bepaalt, geeft hij hier in feite aan. Die combineert hij tot een gecombineerde faalkans voor de betreffende toetsporen. En die controleert hij ook op basis van de grenzen van die gecombineerde toetsporen. Dus die ruimte, dus die kansen, of die ruimte die daar aanwezig is voor de betreffende toetsvoorden, worden in feite al meegenomen. Dus als we zometeen, daar komen we vanmiddag ook nog op terug, als hier bijvoorbeeld voor piping ook ruim voldoende had gestaan, en een hele kleine faalkans, hè, en gras had ook een relatief kleine faalkans, en dit was niet zo extreem rood geweest, dan had het best wel zo kunnen zijn dat we daar toch voldoende alles scoort. Het aanpassen van de faalkansbegroting beïnvloedt wel potentieel het kleurtje op het vakniveau. Ja. En dan toets voor op het niveau, maar totaal wil van de ruimte van de ene spoor neemt je automatisch op in de kracht. Ja. En dat kan alleen omdat we afgeleide faalkansen hebben. Ja. Dan kan je ze op een bepaald manier. Niet helemaal probabilistisch gebeurt het nu in de assemblage, maar kan je op een bepaalde manier optellen. Ja. En daarmee kan je die ruimte in feite verzilveren. Ja. Zijn er nog andere dingen opgevallen of zijn er nog andere vragen? Ik heb af en toe nog een vraag op. Wat heeft er überhaupt voor zin om die valkansbegroting te doen als we toch hier komt? Komen we vanmiddag op. Okay. Ja, die paarse categorie, dat is net ook al genoemd dat het een hele brede categorie is. Ik ben wel benieuwd wat dat dan straks inhoudt voor die duiding, et cetera. Ik denk dat het Hans ook wel op ingaat, of niet? Nee? Wat je net zag, hè, die paarse categorie kan heel groot zijn. Bijvoorbeeld voor piping en macrostabiliteit, ik kom eigenlijk inmiddels ook wel een klein beetje terug, maar ik kan wel even aangeven. Voor die sporen bepalen we ook een faalkans. Dus die ruimte die daar aanwezig is, hè, valt die wel of niet in, door gebruik te maken van die faalkans. Krijg je toch de afstand tot de norm. Hij zal niet vallen tussen die twee normen. Je gaat uiteindelijk, kom je toch tot een bepaalde waarde. Ja, op trajectniveau. Ja. Hou je dat wel. Ja. Dat is ook voor de stap naar je duidelijk. Nee, als er geen vragen zijn, dan haal ik hierbij. En dan gaat het. Yeah.